Maar kinderen, ik ben echt al super lang op zoek naar een kamer waar ik zo eindelijk eens gewoon kan gaan zitten en voor het school en zo kan werken en gewoon met mijn vriendjes iets leuks kan doen, maar ik vind dat niet. Dus zouden jullie eens met mij mee op zoek willen gaan naar die kamer? Dus ik ben hier en ja, ik ga dus nog eens kijken. Ik zal nog maar eens mijn kans wagen. Dus we zijn hier bij de eerste kamers. Oh ja, die is al op slot. Ja, dan zou ik nogmaals naar de volgende kamer gaan. Oei. Ja, dan zou ik deze maar eens proberen. Hallo? Oei. Ja, ik denk ook niet dat ik hier super welkom ben, want ja, je moet eens kijken. Dat is hier helemaal donker. Hier is ook helemaal geen licht of zo. Dus ja, ik denk niet dat ik met mijn vriendjes hier echt leuke dingen of zo kan doen. Misschien hier maar eens. Hallo? Amai, je doet mij verschieten, joh. Kun je eens niet kloppen, even? Zeg, doe die deur eens toe. Ik ben druk bezig. Zie je dat niet, joh? Oh. Dan ben ik ook al niet welkom. En ja, hier staat Gods troon op die deur. Dat wil wel zeggen dat dat echt, denk ik, een superbelangrijke kamer is. Dus als ik al in die andere kamers niet binnen mag, dan... Oh, ik durf dat ook niet zo goed, ze. Maar ja, ik kan niks anders doen eigenlijk, hè, dus ik zal het maar proberen. Ik zal wel zeker goed kloppen. Hallo? Dag Charlotte. Ik zat al lang op jou te wachten. Komt u maar hier zitten. Ik Mij. zelfs al gewoon klaar gezet. En jij weet wie ik ben? Natuurlijk, want u bent mijn kind. Wow, en ik krijg hier zelfs gewoon een kroon en zo. Mei, hier voel ik mij echt super welkom. Hallo iedereen. Vandaag gaan we het terug hebben over een nieuw knutselwerk. Wat jullie als eerste mogen gaan verzamelen is een stuk karton. Laan, een schaar, twee tandenstokers en een document dat jullie online kunnen vinden. Zo deze tekst, de poort en een tekening van Jezus. Wat jullie als eerste mogen doen is het document knippen. Dus jullie mogen de tekst van boven knippen en hierop plakken. Jullie mogen de poort knippen en hier plakken. Jullie mogen die daarna inkleuren. En Jezus mogen jullie nog even overhalen. Jullie mogen die wel al inkleuren. Wat jullie wel moeten doen bij Jezus is zo'n klein stuk, een kleine witte ruimte zo van onder en van boven overlaten. Oké, dus wat jullie mogen doen is de document hierop plakken. Dan mogen jullie de schaar nemen of een breekmes. Vraag wel hulp aan jullie vader of aan jullie moeder. Daarna, jullie gaan hier één keer met de schaar door, zodat de gat niet te groot wordt, anders gaat het knutselwerk mislukken. Wat jullie dan mogen doen is de karton even wegleggen. Jullie mogen Jezus pakken. Jullie gaan de prit nemen, de lijm. Jullie gaan van onderaan de papier een beetje lijm opdoen. Jullie zetten de prit weg. Jullie pakken dan één tandenstoker. Wat jullie mogen doen is die tandenstoker hier van onder leggen waar jullie de lijm hebben gedaan. En dan mogen jullie dat zo oplooien. Als jullie dat hebben opgeplooid, dan kunnen jullie dat hier inzetten, in de karton. De gat dat jullie normaal gezien hierin moesten hebben gelegd. Eens jullie dat door hebben gedaan, dus zijn we bekend klaar. En dan mogen jullie de karton omdraaien. En jullie mogen exact hetzelfde doen aan deze kant. Hier, aan deze stuk. Dus jullie pakken de prik. Jullie zetten een beetje lijm erop. Jullie zetten de prik weer weg. Jullie pakken de tandenstoker. Jullie zetten de tandenstoker hier. Zo. En nu hebben jullie eigen kleine knutselwerk gemaakt. De vers dat hierop staat is
Laten wij daarom vrijmoedig naar de troon van God gaan, om van hem genade te ontvangen, om hulp te krijgen, juist die ogenblikken dat wij het moeilijk hebben. Hebreeën 4 vers 16. En wat wil dit knutselwerk eigenlijk zeggen? Dus, jullie hebben de poort van de hemel, hè? Of, ja, dan, Jezus heeft jullie al uitgenodigd om bij zijn koninkrijk te wonen. Maar, jullie moeten alleen de uitnodiging accepteren. Eens jullie de uitnodiging hebben geaccepteerd, dan gaat Jezus naar beneden komen en is Jezus bij jullie. Ja? Dit was de knutselwerk van vandaag. Ik hoop dat jullie er veel plezier mee hebben gehad. En tot de volgende keer.